Een Amerikaanse filmploeg maakte een documentaire over de Dommel en het Van Gogh Nationaal Park met als titel Portrait of a River. Ruim 2 weken werd uitgetrokken om opnames te maken. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. De documentaire die gaat over de Dommel in het Van Gogh Nationaal Park en de bijzondere kwaliteiten die de Dommel heeft. Met name gaat het over natuurlijk het probleem dat we hebben met water, te veel water. Te weinig water, maar ook waterkwaliteit en de manier waarop we hier met elkaar daarmee omgaan. In every drop of water, in every corner of the Dommel, there's life. That life keeps us in balance. Regisseur Graham Steele was positief verrast over de manier waarop rondom de Dommel wordt omgegaan met onder andere klimaatverandering en biodiversiteit. We lopen hier wat voor op de rest van de wereld blijkbaar. En het grappige is dat we dat zelf niet zo beseffen. Het is nu een Amerikaanse tv-ploeg of filmploeg die hier naartoe komt om dat bijzondere verhaal vast te leggen. En het gaat om een heel klein riviertje ten opzichte van die hele grote rivieren die over de wereld overal zo beroemd zijn als de Mississippi en de Nijl. En dan kiest men hier voor de Dommel, juist vanwege die kwaliteit die we hebben en de bijzondere manier waarop we hier daarmee omgaan met dat beheer. Van Gogh Nationaal Park is er eigenlijk bij betrokken omdat die Amerikaanse filmmaker kwam vanuit Eindhoven eigenlijk in contact met de stad Eindhoven en de kwaliteit die stad heeft. Die zei, goh, het is toch jammer dat er hier geen rivier loopt. Ik ben net bezig met een reeks van documentaires over rivier. En een van onze contacten, Erik Vergerwe, daar uit die stad, die zei van ja, maar we hebben hier wel een rivier, dat is de Dommel. En niet alleen de kleine Dommel, maar ook de grote Dommel. Het grappige is dat die Amerikaanse filmmaker daar nog niet eens zo heel erg op aansloeg. Pas toen hij zei, ja, maar dat ligt in een Van Gogh Nationaal Park. Toen gingen we de ogen open en toen konden we uitleggen waar we mee bezig zijn. Met natuurherstel, met een mooiere en groene omgeving. En dat die Dommel een cruciale rol speelt. De waterkwaliteit en zo'n beek en de rivieren die erheen lopen. En toen was hij eigenlijk helemaal om. Toen zei hij, ja, eigenlijk wat je hier ziet is dat wat jullie aan het doen zijn loopt inderdaad voor op de rest van de wereld. Want jullie zijn net een stap verder in het terugbrengen van de natuurlijke loop en herstel van de rivieren, wat zo belangrijk is voor natuurherstel. De relatie van Van Gogh met de Dommel die is erg groot. Hè. Is hij altijd opgegroeid langs de beken en heeft hij daar gewoond. Hè. Ook in Zunder toen hij daar woonde, langs de Mark, de AFW-reis, heeft hij veel gelopen en gewandeld. En toen hij in deze regio terugkwam in Nuenen, heeft hij heel veel langs de Dommel gewandeld en gelopen. Van langs de Dommel naar Eindhoven, maar ook de watermolens die hij daar geschilderd heeft. Maar hij was bijzonder begaan ook met de bijzondere kwaliteit van het bekenlandschap. Omdat daar natuurlijk alles groen en floreert. Nou, we staan hier op zo'n mooie groene plek. Dus je kunt je wel geloven als iemand die heel veel van natuur houdt en van rust, dat juist zo'n rivier als de Dommel heel erg aantrekkingskracht heeft. Ja. Het grappige is, dat zit in een reeks van afleveringen met grote rivieren als de Nijl, de Mississippi, de Rio Grande, maar een grote Dommel. En dan komt in één keer de Dommel daartussen. En dat vinden wij natuurlijk wel heel grappig, omdat voor ons is de Dommel in Nederland nog steeds een kleine rivier. Maar de betekenis van de Dommel is zo groot, omdat het enerzijds de slimste kilometer van de wereld verbindt met een fantastisch landschap wat we hier hebben. We staan hier in Liemde, op een prachtige plek, aan de Dommel. Nou, hier hoef je niet uit te leggen hoe mooi het is. Maar het mooie vind ik wel weer dat zo'n Amerikaanse documentaire ons er wel op wijst dat we iets heel moois hebben in onze eigen achtertuin. En dat we heel zorgvuldig mee om moeten gaan. De mensen kunnen de documentaire zien via het platform van Rivers Are Life. Dat is een Amerikaanse maatschappijorganisatie die investeert in de kwaliteit van rivieren en water. Rivers of Life heeft een eigen YouTube kanaal en daar staat die documentaire, kun je daar zien. En ik neem aan dat ze dat online op allerlei manieren delen.